Van Bronckhorst. Van Bronckhorst met een schot. En een goed schot! Een schitterend schot! Het Nederlands elftal speelt zondag de finale van het WK voetbal. In de aanloop naar die wedstrijd stelden wij bekende Zeeuwen enkele vragen. Vandaag aflevering 1. Meneer Colijn, waar bent u zondagavond om 8:30? Nou, ik hoop bij leven en gezondheid hier thuis te zijn, samen met mevrouw, nadat we dus in de loop van de dag 3 kerkdiensten bezocht hebben. Is er een reden voor dat u alleen met uw vrouw bent? Ja, de reden is dat dat heeft te maken met de wijze waarop wij denken dat dus de zondag als een rustdag doorgebracht moet worden, met name de zon als heiliging. Dat betekent dus bezig zijn met godsdienstige zaken en daarbij past die zondagsrust. U heeft ooit wel heel erg van voetbal gehouden. Ik was in mijn jonge jaren was ik inderdaad een behoorlijke liefhebber van het spel. Het spel zelf op zich is natuurlijk niks mis mee. Maar het zit vooral wat er van geworden is, de professionalisering. En de manier waarop dus ook de bedrijvers daarvan als een soort afgoden worden vereerd. Dat is bij ons het grote bezwaar. Het is zelfs zo, bijbels gezien, moeten wij alles wat we doen, dat moet gericht zijn op de eer van God. En hier zien we dus dat met name ook op Gods dag, op de zondag, dat dus daar in de plaats van voetbalhelden vereerd worden. Ik begrijp dat er ooit ook een voetbalheld geweest is die daar heel lang last van heeft gehad, dat hij ooit voetbalheld was. Ja, en dat daaruit blijkt dat ik inderdaad vroeger wel iets van het spel geweten heb. Want dat was in de jaren 50, dus in mijn jonge jaren, was dat een prominente speler van het Nederlands elftal, Rinus Terlouw. Die man is tot bekering gekomen. En het is voor hem zijn leven lang is het een last geweest, een grote last, dat door zijn toedoen mensen zondags in het voetbalstadion zaten in plaats van in de kerk, maar bovenal in plaats van God te dienen, hem bij wijze van spreken een soort goddelijke eer toebrachten. Dank u wel. Kampioenen!